Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Donderdag 3 september speelde PEC Zwolle achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen SC Cambuur uit Leeuwarden. Door een aantal aanpassingen starten onder andere Hebbeling, Boei en Bruintjes in de basis. En PEC Zwolle kent een vliegende start. Begua trapt de bal naar voren richting Menig. Hij controleert de bal, legt terug op Van Hintem. Hij schiet de bal richting de spits. En dankzij een fout in de defensie van SC Cambuur krijgt Nijland de mogelijkheid op 1-0. Zijnstra zit er in eerste instantie goed bij, maar tegen de tweede inzet was hij niet opgewassen. En zo zet Nijland PEC Zwolle op prachtige wijze op 1-0. Daarna Cambuur, met een lange bal richting de flank. Bram van Polen kan niet goed onderscheppen, maar Kevin Begua staat de gelijkmaker in de weg. Cambuur probeert op te bouwen. Door het druk zetten van PEC Zwolle gaat dat fout en kan Oisin Boei beginnen aan een Zwolse aanval. Nijland paast hem goed in de loop bij Menig. Die kan door op de keeper, maar mist precisie. De bal van achteruit richting Thomas. Harde lage voorzet richting Nijland. Maar deze wordt voldoende aangetikt, waardoor Nijland niet kan scoren. Cambuur dan. Van de Streek haalt hard uit richting het doel van Begua. Maar met een prima redding staat hij opnieuw de gelijkmaker in de weg. Cambuur gaat defensief wederom in de fout en dat biedt Nijland de kans op 2-0. Echter voorkomt Zijnstra een Zwols doelpunt. Zijnstra probeert op te bouwen, maar deze bal gaat recht in de voeten van Nijland. Hij haalt uit, maar ziet dat zijn inzet wordt gekeerd. Maar daar is Kingsley Ehisiway, die door attent meelopen de rebound kan afronden. 2-0. Cambuur met een vroege voorzet. Bartel krijgt de kans, maar kan niet afronden. En de bal gaat voorlangs. Cambuur opnieuw, met Rosheuvel. Met een goede actie omspeelt hij zijn tegenstander. Hij geeft de bal richting Houtkoop, die op zijn beurt Bartel vindt. En de laatstgenoemde rondaf. En met een 2-1 tussenstand gaan we rusten. PEC Zwolle krijgt in de tweede helft de eerste kans. Van Hintem breekt door op de linkerflank. En een strakke voorzet wordt net gemist door Ehisiway. Ook SC Cambuur begint goed aan de tweede helft. De voorzet van Rosheuvel. En Bartel tikt maar net voorlangs. En daar was hij dicht bij de tweede van de middag. In de tweede helft heeft Zwolle moeite met het veldspel van SC Cambuur. Wederom een voorzet van Rosheuvel. En Berisha kopt en die is raak. 2-2. De bal gaat bij Cambuur veel over de rechterflank. Dit levert opnieuw een kans voor Cambuur op via Masek. Maar door attent keeperswerk van Boy de Jong staat het nog 2-2. Cambuur maakt een foutje en dat biedt Bram van Polen de laatste kans van de wedstrijd. Een voorzet op Hirkes. Die schiet direct. Maar wordt gekeerd door de keeper van SC Cambuur. En uiteindelijk eindigt dit oefenwel in dezelfde stand als eerder dit seizoen. 2-2. Ik vond het echt geweldig. Ik heb genoten van iedere minuut. Dus ik hoop nog vaker te mogen spelen. Stef Nijland, gelijk tegen SC Cambuur. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ik denk dat het voor ons gewoon een hele belangrijke oefenwedstrijd was. Zeker voor een aantal jongens, waaronder ikzelf, die lange tijd wat minder gespeeld hebben. Uiteindelijk 2-2. Ik denk goede eerste helft. Komen op 2-0. Maken twee goede goals. In de omschakeling waren we heel gevaarlijk. En eigenlijk wel een vergelijkbare wedstrijd met in de competitie. Want de tweede helft was wel voor Cambuur. En uiteindelijk 2-2 geworden. Maar wel een heel nuttige wedstrijd. Ja, de eerste helft vond ik beter dan de tweede helft. De tweede helft een beetje veel verdedigd. Dat stond op zich wel goed. En ja, 1 goal tegen. Dat is dan wat minder. Maar op zich ben ik wel tevreden over de wedstrijd. Het was een besloten wedstrijd. Voelde het heel anders zonder publiek? Nou, je weet dat je dit soort wedstrijden speel je eigenlijk 2-3 keer in het jaar. Elke keer in het interlandweekend. Dus daar wen je ook alweer aan. En het is de kunst om zo serieus mogelijk eigenlijk als een competitiewedstrijd te benaderen. Want het is wel een hele belangrijke wedstrijd voor een aantal jongens. En zo heb ik dat ook gedaan. Dus dat was eigenlijk geen probleem.